Hallo lieve mensen, terug uit de winterslaap heb ik hier voor jullie de nieuwe stempels en wel van koala en panda. Ik heb er een Engelse en een Nederlandse ontworpen. Ik laat eerst even de Nederlandse aan je zien. Er zit natuurlijk een woordspeling in, zoals je wel van mij gewend bent, met de grappige tekst: neem me niet kwalijk, ben je echt al zo oud? Ik ben er ondersteboven van. En bij de panda heb ik... Ik heb een bamboe-dieet geprobeerd. Het maakte me dik. Waar is dat feestje? Hier met dat cakeje. Ik heb een los cakeje erbij. En een ballonnetje. En wat confetti. Hier een los blaadje. Daar kan je leuke achtergrondjes mee maken. Laat ik je zo even zien. Dat is de Nederlandse. En hier de Engelse. Ook met een leuke woordgrap. Let's have some quality time. En bij de panda. Pandas prove that you can just eat bamboo and still be fat. So let's celebrate and eat cake. Oftewel, panda's zijn het bewijs dat als je alleen groente eet, en wat een panda doet is alleen bamboe eten, dat je nog steeds dik bent. Dus laten we gewoon feesten en cakejes eten. En nu even wat voorbeeldjes. Ik laat even stap voor stap zien hoe ik heb ingekleurd met de potloden. De potloden van Derwent, de Lightfast. Ik begin te bepalen waar de koala moet komen, dus die stempel ik vast. En dan kun je stempelen op masking tape die je uitknipt en daar overheen plakt. Zo maakt het makkelijk om de achtergrond te maken. En deze keer heb ik voor oxide gekozen. Her en der zet ik rondjes met een Posca stift. En natuurlijk gebruik ik ook de Derwent potloden. Met een waterbrush kun je het wit een beetje verdoezelen. En dan krijg je zachte achtergrond. Ik begin met de lichtgrijze van Derwent. Dan de iets donkergrijze, die zet ik daar dan tegenaan. En daar weer nog een donkere kleur onder. Tot slot gebruik je de middentoon weer om alles aan elkaar te blenden. En hier het eindresultaat met de bellen, de rondjes. Ja, ik wilde eigenlijk een beetje dat het leek op, hoe moet je dat zeggen, als je een foto maakt en je haalt het onderwerp helemaal naar voren, gaat de achtergrond een beetje verdoezelen, krijg je vaak van die rondjes erin. Dat wilde ik eigenlijk bij deze een beetje bereiken. Nou, superleuk om te doen. Ik heb het je laten zien net. Wat ik had gedaan natuurlijk het afplakken, dat was met masking tape, zodat je de achtergrond helemaal eromheen kan maken, erachter kan laten lopen. Ik had gestempeld met de tekst van tevoren. Niet handig natuurlijk. Want dan komt hij niet goed over als je er weer overheen gaat met de oxide bijvoorbeeld. Dus wat heb ik gedaan? Even weer er overheen getrokken met een fineliner. Dan krijg je deze. Dus op krachtpapier. Dat is die. Deze die heb ik gemaakt op colorcard. Voor watergedragen producten. Ik heb hiervoor gebruikt Eddings. De Eddings stiften. Deze Eddings, de brushpennen. Die kan je met een waterbrush kan je die helemaal bewerken. Dus daar heb ik de panda mee ingekleurd. Her en der heb ik met de fineliner nog even wat zwart voor de haartjes aangezet. De ballonnetjes. De achtergrond heb ik gemaakt met het stenseltje van de cupcakes. Dat is deze. Die heb ik al eerder ontworpen. Hier het nummer. Ik denk dat past erg leuk bij die cupcakes. Met een fineliner. Witte Posca moet ik zeggen, heb ik een beetje her en der aangezet. En die rondjes qua achtergrond heb ik gedaan met kleine confetti's die ook in de stempelset zit. Als je dat dan stempelt met een kleurtje, bijvoorbeeld deze. Watervast is dat archival. Dan kan je hem daarna weer helemaal bewerken. En dan kan je het weer een beetje verdoezelen. Panda in het blauw met de cupcakes. Dan heb ik de koala op z'n kop. Deze die had ik zo gemaakt. Dat is zo opklimt. En deze die heb ik dan op z'n kop gedaan. Let's have some quality time. Nou, als je nou niet helemaal goed
je papiertje hebt vastgezet op de stempelhulp en een paar keer opnieuw wil doen, dan gaat hij verschuiven. Dan krijg je een extra dikke tekst. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar goed. Dus zet hem goed vast als je echt belangrijke dingen gaat stempelen, zodat hij niet verschuift. Hier heb ik gewerkt met Copic markers. De Copic Sketch heb ik hiervoor gebruikt. En ik heb de blaadjes ook weer, net zoals wat ik met de confetti had gedaan, her en der. En dan met de groene Archival heb ik dan gestempeld. De achtergrond heb ik met oxide gedaan. En dan krijg je deze leukert. Dus we hebben hier potlood, de brushpennen en deze met de Copics. En dan heb ik deze tot slot nog. Deze heb ik ook met potlood gedaan. Maar ik ben er ook blij van. Superleuk, hè? En ook weer met die rondjes. Ik laat zo wel even zien hoe ik die witte bellen soort van heb gemaakt. Hier heb ik de cupcakejes losgestempeld. Ik heb her en der, omdat het zo leuk werkt op kraftpapier, heb ik met een witte pen, zo'n gelpen, bijvoorbeeld deze van Sakura, kan je nog wat extra accentjes geven aan de haartjes, gaat het even net wat meer leven. Dat is die. Dat zijn de drie voorbeeldjes. Ik zal eventjes die rondjes nog even laten zien. Ik laat het heel eventjes zien met deze twee kleurtjes oxide, de stressoxide. Een beetje roze. Nou, normaal ga ik over de rand, maar ik heb hier eventjes geen mooi werkblad onder. Dus ik wil niet mijn bureau roze maken. Ik ga gewoon heel eventjes zo het idee even een beetje aanzetten. Ik wil ook wat craft blijven zien. Dat is een blender tool. Een grote maat. En er zijn ook kleintjes. Bijvoorbeeld deze. Een klein inktpetje zit daarop. Ga ik met de paarse. Ik heb nu al helemaal vieze handel. Even een rondje zetten. Her en der. En misschien wil ik ook nog wat donkerder hier zo. Zo. Hij is nog een beetje nat. Dus ik ga even met het roze nog een keer eroverheen. Dan zie je, wordt het een beetje vaag. Dat is natuurlijk ook het idee. Het moet een beetje zo'n dromerige achtergrond geven. Even kijken, ik heb hem eens een kleintje. Dus ik moet eventjes het kussentje verwisselen. Dan ga ik ook even met de roze. Zo. Nou, het is dus een beetje het idee. Dan heb je her en der wat rondjes gezet. En dan gaan we even het wit doen. Even kijken. Ik heb een toeltje. Maar je kunt natuurlijk rondjes stansen op een papiertje. Papiertje eroverheen. Dit zijn de rondjes die ik ga gebruiken. Bijvoorbeeld deze. Ik neem een jelly roll. Die gaan we opzetten. Dan gaan we het rondje even opzetten. Ik hoop dat deze het doet, anders pak ik zo even naar onderen. Ik ga even opnieuw met een edding. Ik hoop dat deze het wel doet. Net ging het allemaal prima. Ja, deze gaat prima. Die jelly rolls die willen wel eens uitdrogen. Kijk, een rondje. Dan pak je een brushpen. Die niet al te nat is. En dan ga je zo langs het randje. Doordat hij je oxide reageert en het wit overblijft, dan krijg je zo'n bel. En die kan je natuurlijk in verschillende maten doen. Dus stel
Wie wil er nog eentje? Dat is een hele subtiele. Hij wordt nog wel wat lichter hoor, want de oxide moet nog drogen. Maar je kunt ook nog eventjes een extra randje eraan zetten. Door nog een keertje over te trekken. En dat kan natuurlijk ook met deze. Dit is in het kort zo'n rondje. Nou ja, dat is hartstikke simpel natuurlijk. Maar vaak zijn de simpelste dingen het leukste om te doen en geeft het grappigste resultaat. Nou, tot zover de rondjes. Die kan je natuurlijk verder uitwerken, krijg je deze. Ik heb de stempels laten zien. Nogmaals een kleine collectie. Maar oh zo leuk om te gebruiken. Zo. Ik heb in het kort wat dingetjes laten zien. Ik had niet heel veel tijd om deze video op te nemen. Maar toch best wel een voorbeeldresultaat, denk ik. Al zeg ik het zelf. Mocht je nou denken van, ik wil zo graag weten hoe je zus of zo doet. Laat me even weten wat je met zus of zo bedoelt. Potloden, fineliners, markers. Net wat je graag gebruikt. Ik laat je graag in een tutorial video zien. En dan neem ik die even apart op. Tot zover deze serie van de koala en de panda. Ik hoop dat jullie er ontzettend veel plezier aan beleven. Vergeet me niet te taggen. @karlacreaties. Dan krijg ik meteen een melding. En dan kan ik jouw hele leuke project meekijken. En dat is natuurlijk super tof. Tot zover. Ik bedank jullie voor het kijken. Heel veel plezier. Groetjes en tot de volgende keer. Doei. Vergeet je niet te abonneren. Klik op het belletje en je krijgt automatisch een melding. Bedankt voor het kijken.